We zijn nu ook live op Radio Rijnmond. De presentatrice van onze Radio Feuilleton die vroeg, wat kan meneer advocaat nou doen? Lekker langs de kant staan. Ja. Mooi weer. Dus nee, niet zoveel. Gewoon een kleine ondersteuning van de staf. Een extra man met extra ogen. En die kan ook nog wat zeggen. Dus het is meer een ondersteuning van de technische staf. En dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Want je kwam hier, deze kant. U kwam de bus uit samen even met Giovanni van Bronckhorst praten. Wat zeggen jullie dan nou op zo'n veld? Lekker weer of ook nog echt in voetbalinhoudelijke dingen? Ja, het ging meer over de omstandigheden, hoe ze kunnen trainen. Dat is natuurlijk gewoon heel goed. En daar ging het over. Het is wel eens anders geweest. Nou, en dan praat je ook een beetje over het elftal, over die, over dat. En, ja, en heeft u ook al contact gehad met het elftal, maar wat voor groep is dit nou? Is het nou een teneergeslagen groep na de 7 competitienederlagen op rij? Of merkt u helemaal niks van de slechte prestaties hier? Nou, ik vind, en dat hebben we vanochtend ook tegen de spelersgroep gezegd, Martin en de trainer, van je kunt natuurlijk niet je vorm verliezen in drie weken. Als je zoveel punten haalt de eerste helft, dan kan het niet zo zijn dat je in 3 weken alles weggeeft. Dus ze moeten gewoon laten zien dat ze er staan en de staf. Van Bronckhorst is er keihard mee bezig met die jongens. Dus daar heb ik echt alle vertrouwen in. Maar we hebben het niet gezien de laatste weken. Nee, nou, dat wordt de tijd dat ze het wel laten zien. En meneer advocaat, die kan dat te werk stellen? Nee, ik niet. Nee, nee, laat... Die omslag? Nee, ik niet. Als de omslag komt, komt het door de staf. En dat is Gio. Heeft u er een beetje zin in? Ik vind het gewoon leuk om over voetbal te praten. En als je dan ook nog daadwerkelijk bij een team betrokken bent, dan is dat gewoon leuk. Maar voor de rest moet je dat niet overdrijven. Laatste vraag, was dit nou het laatste media optreden van Dick Advocaat bij Feyenoord? Nee, toch? Bij Feyenoord wel, ja. Jammer. Ja, het is niet anders.